Yo mensen, vandaag speel ik weer FIFA. Het plan is om vandaag Champions League te spelen, iets minder interessant. Maar ik heb er een challenge aan verbonden. En we gaan kijken hoe goed of hoe ver dat we geraken. Met Liverpool natuurlijk. Liverpool. En we gaan kijken hoe ver dat we kunnen geraken. Met alle teams te skippen, dus ja, alle wedstrijden te skippen, dus we gaan doen. Even laden en gewoon proberen alles te skippen en dan zien als we de Champions League beker kunnen overhandigen, kunnen winnen en hoe verder we geraken. Hier zie je even de trailer. Mooie muziek. De eerste wedstrijd moeten we tegen Salzburg. En met onze hele goede ploeg. En makkelijk 3-0 won natuurlijk. We moeten tegen Napoli met Mertens. Of wat zit Mertens erin? Nee, Mertens zit er niet eens in. En daarbij ook Salah met de hat-trick. We moeten tegen Henk. Hallo. En we gaan ook, als er een geblesseerde speler is, we doen niet zelf. De computer doet dat. Maar we hebben het eerste doelpuntje tegen gekregen van Henk. Allee, van heel de competitie. Van Henk. We gaan nu 4-0. Dat wil zeggen dat we 4 wedstrijden gewonnen hebben. 12 punten. Dat is lekker. Gaan we nog een keer tegen Salzburg winnen. En Firmino, Roberto Firmino met de hat-trick. Salah staat in de top 3 van topscorers. Tegen Napoli. Ah. Ja. De laatste 16 alweer, amai. En dat wordt gespeeld 1 dag voor mijn verjaardag. Hopelijk brengt het geluk. Kom aan. Ja. Lekker jongens. Het is heen en terug, dus we moeten wel nog een beetje opletten. Maar het komt wel goed zeker. Kom aan. Ja, lekker jongens. Korea heeft nog wel na 18 minuten gescoord voor de Atletico, maar nu wel spannend jongens. We moeten tegen Manchester City, tegen de Bruyne dus, maar met een Van Dijkje, Lovren en Trent zal het wel goed komen. Ja, inderdaad. We moeten nog de gevreesde terugwedstrijd. Kom aan, City. Nope. Oh yes. Oeh. Oh, lekker jongens. Goed gespeeld. Namens heel mijn team. En dan de halve finale. Real Madrid tegen Liverpool. Ik ga gewoon één keer kijken naar mijn team. Ik ga niets veranderen. Maar kijken mogen we wel voor. 1-2. Robertson. Die zit er op de bank. Op de bank mogen we ook niets doen. Oh, Matip.
Die is waarschijnlijk geblesseerd geweest en zit daar nu in de reserve. Oh, niet spelen. Kom aan. Thuis. Wie dat is? Sterial. Hazard. Benzema, Bel. Yes! Salah met de 2-punter. En nu de finale tegen PC. Oei. Maar we skippen de wedstrijd. Het is thuis. Hopelijk doen we een goed resultaat. En PC heeft de cup gewonnen. Ja. Jammer. Of is het nog terug wedstrijd? Denk het niet, hè. Finale. Ja, nee, inderdaad. Finale verloren tegen PC. Maar als je snel een keer een Champions League bekertje wil binnenhalen en geen zin hebt om te spelen, skip al de wedstrijden. Dit heeft mij tot conclusie getrokken dat ik in mijn carrière of als ik Champions League speel alleen een beetje, dat ik de wedstrijd ga skippen die niet zo moeilijk zijn. Ja, omdat we die toch winnen. En dan dank ik jullie voor het kijken naar deze video. Doe het duimpje omhoog. Like is het duimpje omhoog. En abonneer. En tot de volgende keer.